het is politiek, het is interessant, het gaat over handel. Het is uiteindelijk wat Nederland groot maakt, dus dat is wat het voor ons ook interessant maakt. Dat geen enkele dag hetzelfde is. Ja, je weet nooit wat je tegenkomt. Dus de ene dag ben je met een verhuisboedel bezig, de volgende dag heb je militaire goederen, uitdagingen met vergunningen, nieuwe locaties. Dus het is altijd spannend. Voor mij is het interessant in het douanevak. Het is zeer afwisselend. Je kan goed gebruik maken van procedures die je dan in de organisatie kan gebruiken om je processen te verbeteren, dus het commercieel aantrekkelijker te zijn. En het is elke dag anders. Het is politiek, het is interessant, het gaat over handel. Het is uiteindelijk wat Nederland groot maakt, dus dat is wat het voor ons ook interessant maakt. Wat het leuk maakt aan het douanevak is, is dat het veelzijdig is. Het verandert steeds, wetten veranderen. Kijk nu naar de Brexit bijvoorbeeld. Weet je. We weten niet precies wat op ons afkomt. En dat is denk ik dat het interessant maakt. Ik vind het een hele moeilijke. Als ik in onze, bij onze terminals kijk, wordt het steeds transparanter. De douane gaat steeds meer zeggen wat ze willen en hoe ze dat oplossen. Daar zijn ze ook met projecten mee bezig. Dus dat maakt het voor ons wel makkelijker. Ja. Ja, ik denk het wel. We hebben ook geen keus vanuit het bedrijfsleven met de nieuwe wetgeving in de DWU. Bedrijf moet je goed certificeren, goed vastleggen en zorgen dat je de wet en regelgeving kent. Voorheen formuliertjes zat in te vullen, ben je nu veel meer bezig met data aan het controleren. Compliance is een heel belangrijk issue. Dus daar moet je ook veel meer op focussen. En dat is niet alleen compliance op het gebied van douanezaken, maar ook op andere gebieden als IT, HR en de rest van de supply chain. Wat we zien is dat er strenger wordt gekeken door de toezichthouders. Er wordt gehandhaafd door het Openbaar Ministerie. Dat maakt dat bedrijven zich ook rekening moeten houden met eventuele strafrechtelijke vervolging, maar ook bestuursrechtelijke handhaving. Het wordt dus een harder spel in dat opzicht. Dat betekent dat bedrijven ook meer moeten investeren in het voorkomen van overtredingen. Ik kan het eigenlijk gewoon helemaal niet meer. Dat geldt hetzelfde voor de douane. Je ziet nu al veel meer. Alles gaat via EDI. Ik denk dat de douane zelf ook steeds veel minder fysiek in het proces voor zal komen.